allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik weer met Liz. En zoals jullie zien zitten we niet in Nederland. We zijn namelijk op Curaçao nog steeds. En vandaag gaan we iets heel leuks doen. Iets wat heel vaak is aangevraagd. Namelijk reageren op oude video's. Ja. Dus video's van echt wel heel wat jaar geleden. Liz ook nog wel, ja, wat was het toen? 5, 6? 5, ja. Zoiets. Die ook op YouTube vond. Ze staan niet allemaal meer op YouTube. Maar ja, we gaan wel een paar bekijken. Laten we snel beginnen. Ik heb hier de mobiel. Oké, de eerste video die we gaan terugkijken, die staat ook nog op YouTube. Die is van 2016. Dus dat is 6 jaar geleden inmiddels. En het hele Liz rijdt zonder handen. Dat is al 8 jaar geleden, 2016. 8 jaar. Kijk op mijn hoofd. Je hebt een bloemendingetje op je hoofd. Dan heb ik het over de tuin. Waar zat vandaan weer? Ik zit helemaal filmen. Slechte kwaliteit, hè? Ja. Ah, nou, hier ga ik je wel zitten. Oh, moet ik die vriend? Zonder zadel. Dat vind ik wel fijner zitten. Ja, maar je wil wel graag zo'n ander rijden, volgens mij. Ja. Wauw. De volgende video heet Liz neemt de vlog over bij mij. Oh, ja. Ze loopt hierheen, denk ik. Zo, ja, ik ben hier. Oh. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Goed, maar jullie kijken misschien wel soms naar mijn vlog of heel vaak naar mijn vlog, naar mijn YouTube kanaal. Ik heb mijn YouTube kanaal zelf, maar die gaan we allemaal nog even op YouTube zetten. En Noah is daar mee bezig vast. Noah komt wel aan en Ali. Ik ga een kutje maken, want ik ga het vanaf dat nog. Ja, oké. Pak de camera maar. Wat? Pak de camera maar. Zo, wat? Nu gaan we even naar Noah. Ja. Dit doe ik ook. Nee, filmt me heel dichtbij. Ik zeg of hij dat ingezien. Oh. Nou, hier is mijn kleur. Hij is echt super zwart. En ik kan hem niet borsten. Hij is klaar met poetsen. Dus als jullie... Waarom vind je het zo? Ik weet het niet. Gaat de camera niet omdraaien, dus... Kijk maar. Nou, volgens mij had mijn kleur. Ik film je, hè, Noah? Film je? Stem. Even een goed stemmetje. Ja. Zo, ik heb de camera weer omgedraaid. Als jullie zo zien. Misschien hebben jullie het gezien of niet. Misschien hebben jullie het goed gezien. Ik heb het zeker. We gaan nu, we zijn, ja, we nu, in, kijk, hij rent de hardste kaart, dus dan laat ik niet zien. Hij rent de hardste kaart. Ik ga rennen. Dat lijkt het pas niet. Oké, nu ga ik filmen. Oh, nu ga je filmen. Nu ga je filmen. Mooie shot ook. Ik film je. Ja, dat is schil je de hele tijd. Ik film je. Oh, ik ging op de andere. Nou, wat mooi. Het ziet er niet uit. Oh, ik was toch even. Hé, je zit hier lekker op. Gemaakt. Ja, dat is zo, ik heb net even een paar foto's gemaakt, dus ik heb al bijna plaats eigenlijk mijn cap. Dit moet nog een cap komen. Dat is mijn cap, maar toen had je nog geen eigen cap. Ja. Je moest je nog doen, hoor.
Ik zie boos ik kijk. Dat ook jouw laars aan, volgens mij. Nee, dat is wel eigen. Oh. Hakjes stampen, wat is geleden? Dat vind ik altijd wel leuk. Maar dan op hem, hè? Ja, tuurlijk. En ja, ik zou even een paar foto's in beeld laten komen, zodat jullie die ook een beetje kunnen zien, hè. En Liz heeft net trouwens ook nog een beetje voor jullie gevlogd, dus dat is ook wel leuk. Dat vindt Liz altijd een leuk vlog. En Liz, we gaan weer eventjes een beetje rijden. Ik ga even de draagbakjes klaarleggen. Ja? Hé, hij probeert dit dingetje op te eten. Maar ja, dat gaan we nu dus even doen. Dus ze rijdt gewoon vandaag met haar rijhalster. Zo mooi. Kijk hoe klein ik ben. Ja, zo klein beetje niet meer naast mij. Nou, dat was het. Wat vind je ervan? Ja, ik vond hem wel grappig. Wel grappig? Ja. Een video, dat is een video dat Liz en Mali 2 jaar samen zijn. En die is in 2017 geüpload. Oké. Dus dat is ook al heel lang geleden. Ja. Nou, oké, weet je, we beginnen die keer op zwart-wit. Ja. Dat is die muziekje eronder. Ik weet het niet. Dat was de eerste keer dat je Mali ging rijden. Ja. Oh, nephaar had ik in daar. Of was het, of wie was het nog? Ja, voor de bruiloft. Dat ben je. Was ik toen bang? Ja, toen was je helemaal bang dat ik ging schudden. Echt zo. Toen was je zonder zadels, toen vlieg je in jongen gaan. Toen was je heel boos. Ik ging helemaal huilen. Ik weet niet. Ja. Ik ging echt helemaal huilen. Je bent er wel op gegaan. Ja. Het zijn heel veel foto's. Ja. Dus ik vind het niet meer foto's. Ja. Dat was handig. Dat is waar je altijd. Ja. Ik stoel het. Dan ging je wel afgevoel. Wat nou een cool ding aan. Ja. Weet je wel echt? Ja. Hier, de sneeuw. Ja. Nog meer sneeuw. Oh, tientje. Vanaf hier ga je een beetje losrijden. Zo, die was ook. Nou, dat was zo. Ja. Heb ik hier nog een video dat je op jet rijdt? Vanuit. Dat is een andere. Dat is mijn pony. In die aflevering is van paardrijden. Ja. En vandaag ga ik Liz iets heel leuks doen, namelijk... Mijn nagels. Op jetje rijden en op... Ja, en deze is de verzorgpony van Kim. Ja, maar kom mee. Deze video die loopt naast Liz. En Jetje is mijn verzorgpony, die kennen jullie natuurlijk wel van de video's. En ja, daar gaat Liz vandaag op rijden. Dat is natuurlijk mijn lievelingsraad. Ja, Tinker is al even een trapje. Laten we maar gaan beginnen. Zo, Liz, op wie ga je nu rijden? Op Daisy, ja. Yes. Eerst op Daisy. Dat is de pony van Kim, de moeder van Jet. Gaat eerst op Daisy. Weet je erover eens? Oh, wat doe je?
ervaren. Die Marjet is ook wel een beetje dik. Toen ik haar gekocht had, was ze wel afgevallen. Maar toen ze nog bij haar oude eigenaar stond, toen was ze wel een beetje dik. Ik weet niet of ze... Oh, hier ben ik ook nog. Geen draag. Oké, de volgende video gaat weer over Malu. En dat is Liz krijgt les op Malu. Ook weer 2017. Vier vlechtjes. Oké, dan maak jij je ook. Zal ik eerst die maken dan jij? Oké, dan ga ik vlechtjes maken. Met een witte elastiekje en die zijn sterker. Dan een zwarte. Die heb ik al gemaakt het eerste. Maar ik kan al niet vinden. Zo. Dat is toch geen vlecht? Het is nog een beetje moeilijk, dus het moet zich niet lukken. Oh, dan ga ik even maken. Ja. Kijk weer de meeste. Het ging niet lukken. Lieve Mellietje. Eén. Twee. Drie. Vier. En dat is de vijfde. Als het van de maanden was, toen was het vijf. Maar nu is het ook vijf. Dus ga ik nu zingen doen. Yeah. Ik ben bijna, ik heb zo zet zin in. Met je mooie roze op. Heel mooi. Nou niet. Inderdaad, ik moest jou het een beetje leren. Jij weet het enige dat ik hem zeg uitsporen. Omdat je het zelf deed. Nou, dat waren eigenlijk alle leuke wat oudere video's die we teruggekregen hebben. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk, maar ook heel beschamend. Want ik was heel awkward vroeger, dus. Je was heel awkward. Jij is niet awkward. Jij is wel. Nee, awkward is als, je heel verlegen bent, maar je was helemaal niet verlegen. Nee, hoe zeg je dan? Je was heel uitbundig, man. Ja. Je praat heel veel. Ja, heel raar. Nee, jij is wel leuk. Ja, toen, maar nu niet. Voor mij. Ja, vooral om jezelf terug te zien. Ja, dat is gewoon niet leuk. Niet leuk? Ja, dat is gewoon. Dan schaam je je voor je. Maar voor ze mij dit terug te zien? Ja, ik vond het wel heel. Ja, hoe zeg je dat? Leuk om terug te zien, maar ook wel gewoon een beetje moeilijk. Want ik mis hem wel heel erg. Mm-hmm. Ja, ik ook. Nou, wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en dan tot de volgende video weer. Doei! Doei! Doei.